Het is weer tijd voor de wekelijkse Q&A en bij mij aan tafel zit Kitty Kuster, City Marketeer. En het is nu al gezellig. Hallo Kitty. Hallo. Dankjewel voor de uitnodiging. Nee, volgens mij heb jij een heleboel te vertellen over het Schone Woerden. Het Schone Woerden is inderdaad dusdanig groot dat we er inderdaad een hoop over kunnen vertellen. Vertel eerst even iets over jezelf. Wie is Kitty? Wie ben ik? Nou, Kitty Kusters, 48 jaar. Je zou het niet zeggen. Dankjewel. Woon sinds mijn 19e in Woerden. Heb inmiddels wortel geschoten hier, dus ga hier ook nooit meer weg. Heb nu vanaf 2012 zeg maar mijn werkzaamheden echt in Woerden wat ik doe. Daarvoor heb ik in Den Haag 15 jaar gewerkt. En ik vind het bijzonder leuk dat ik dat nu eigenlijk zeg maar voor Woerden kan doen. Omdat er zoveel leuks is hier in Woerden. Je zegt de wortel geschoten. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom van origine uit de buurt van Nijmegen. En door de liefde hier naartoe gekomen. Ja. En inmiddels is dochterlief 22 en al de deur uit. Dus dan heb je inmiddels al een leven hierop gebouwd. En je komt van de buurt van Nijmegen. Je hebt heel lang gewerkt in Den Haag. Sorry, wat maakt Woerden dan zo speciaal? Eigenlijk door het lokale, intieme en gezellige wat er hier heerst. Met de historische binnenstad. En eigenlijk al het aanbod wat je kan doen in Woerden. Eigenlijk binnen een dagdeel. Maakt dat het zo ontzettend gezellig is. Vooral ook de gezelligheid van de mensen. De sfeer die de mensen zelf eigenlijk al in Woerden hebben, maakt ook dat bezoekers het hier zo leuk vinden. Dus dat is eigenlijk gewoon het leukste van Woerden, vind ik. Nou, terwijl ik gezellig met Kitty verder babbel over Woerden, lieve kijkbuiskindertjes, mogen jullie vragen stellen hier onder het filmpje. Zet je vragen neer en waarschijnlijk ga ik ze allemaal doorspelen aan Kitty. Je bent city marketeer. Wat is dat? Het is eigenlijk een heel vaag begrip. Ik wou het niet zeggen. Nee, precies. Want eigenlijk zijn er meerdere varianten van. Wat het eigenlijk zegt is dat jij de promotie, of dat wij de promotie doen van het gebied waar je zit. In dit geval is het een stad, een gemeente. Hè, want we doen het niet alleen voor Woerden, we doen het ook voor de omliggende plaatsen. Kamerik, Zegveld. Exact. Maar je kunt ook gebiedsmarketeer zijn. Dan doe je het voor een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug of de Groene Hart of wat dan ook. Maar wij doen het eigenlijk met Woerden Marketing, doen we het echt voor gemeente Woerden. Oké. Ik kijk even heel onerbiedig op mijn telefoon. Nee, we hebben nog geen vragen. Dus ik heb zelf een behoorlijk aantal vragen. In 2015 kwam het merkenpaspoort van Woerden uit. Wat is dat? Eigenlijk is dat een document waarin verteld wordt wie wij nou eigenlijk zijn. Wat is Woerden nou eigenlijk en wat is ons DNA? En als een goed city marketeer betaamt, zul je in eerste instantie ook gewoon moeten weten wat je in huis hebt voordat je natuurlijk op een gegeven moment kunt gaan promoten. Dus wij hebben destijds een onderzoek laten doen om te kijken van wat nou echt het DNA is, het brandmerk van Woerden. En dat hebben we dus vertegenwoordigd in het merkpaspoort. En daarin zijn er eigenlijk drie hele belangrijke items die naar boven komen. Dat is dat we een historisch hart hebben, een kloppend hart en een heel duidelijk groene hart. Klein beetje uitleg moet dat ook wel geven, want dat zegt dan misschien voor sommige mensen ook nog niks. Maar het feit dat wij een DNA groene hart in ons hebben, is natuurlijk ook dat we midden in het groene hart zitten. Centraal gelegen, het stukje groen kom je ook nog tegen terug in Woerden. We hebben een nauwe verbinding met Ommelanden, ook met de partijen om ons heen. Dus dat groene hart is voor ons echt een heel belangrijk DNA. Ook de streekproducten, de streekmarkt die we hebben, zijn eigenlijk, en de natuur om ons heen, zijn eigenlijk gewoon echte DNA's die ons maken wat we zijn. Nou, daarnaast het historische, en dat zei ik al een beetje wat over. We hebben natuurlijk een historische binnenstad waar echt het oude Romeinse geschiedenis nog terug te zien is. We zijn van oudsher een limesknooppunt, dat is een oude Romeinse rijk, een grensrijk. Daar hebben we dus een knooppunt van. En dat maakt eigenlijk ook dat we historisch gezien ook ontzettend veel DNA bezitten. Daarnaast bestaan we natuurlijk in 2022 650 jaar.
En dat houdt in dat jullie 650 jaar stadsrechten hebben? Dan hebben we inderdaad 650 jaar stadsrechten. Dus die historie die is er wel echt van doordrongen. En dat maakt dat we dus echt een historisch hart hebben. En het kloppende hart is eigenlijk een vertaling van het feit dat hier in Woerden heb je ontzettend veel maatschappelijke cohesie. Als er op een gegeven moment iets gebeurt, dan popt iets op. Dat mensen een benefiet willen doen of een denk even aan de 24 uur van Woerden. Dan ontstaan er echt direct allerlei partijen die zeggen, ik help mee. We hebben heel veel serviceclubs die allemaal gewoon zich inzetten voor het goede doel. En daarnaast hebben we natuurlijk echt bijna ieder weekend wel wat te doen. Dus dat kloppende hart, dat bruisende hart, dat is ook eigenlijk verweven in het DNA van Woerden. Nou, dat is echt mooi gezegd. Dit merkpaspoort is in 2015 uitgekomen. En ik heb hier een vraag van een kijker en die sluit daar mooi op aan. Rutger vraagt of city marketing echt nut heeft. Wat hebben jullie bereikt? Nou, toen we in 2012 begonnen, was Woerden eigenlijk niet bekend. We zijn op een gegeven moment een keer op de beurs. De meest gemiddelde stad van Nederland. Ja, zo waren we dan voor sommigen bekend. Maar bezoekers kenden ons ook niet als de meest gemiddelde stad van Nederland. Dus bezoekers wisten niet wie wij waren. Dat droegen we ook niet uit. Dat werd niet verteld. En uiteindelijk is het dan de bedoeling dat je op een gegeven moment dat gaat vertellen. En dat doe je op allerlei mogelijke manieren. Marketing, communicatie. En hier liggen al wat foldertjes op de tafel. Hè? Dan, dus daar ga je dan op een gegeven moment ook mee in de slag. Dat je dus allerlei soorten folders maakt van wat je eigenlijk aan aanbod hebt. Maar die zul je wel naar buiten moeten brengen. Hè? Dat kan je natuurlijk voor Woerden doen, maar je moet het ook naar buiten brengen. Dus wij hebben er eigenlijk voor gezorgd dat wij op de tamtam zijn gaan slaan. En hebben gezegd van joh, wij zijn Woerden en dit hebben we in Woerden te bieden. En dat doen we via beurzen, dat doen we via mailings, dat doen we via een website, dat doen we online. Via social media kanalen, nou ga zo maar door. Daarin zijn we gestart in 2012. En uiteindelijk blijkt ook wel dat daardoor ook bezoekers naar ons toe komen. Want we maken ook ieder jaar een meting. En die meting laat ook zien dat we eigenlijk bijna elk jaar wel tegen de 5% extra bezoekers naar Woerden toe halen. En daar zijn we heel erg trots op. Dus dat is eigenlijk een resultaat van die city marketing. Dat is het nut. Want uiteindelijk geeft dat eigenlijk weer aan dat de hotels, de restaurants, de bed and breakfast krijgen daardoor ook weer extra bezoekers. En dus ook geld in het laadje. Dankjewel. Ik hoop dat je vraag hiermee beantwoord is, Rutger. Je had het net al over het groene hart. Hoe belangrijk is dat groene hart voor Woerden? Nou, ik denk dat je er niet omheen kunt. we liggen echt centraal midden in het groene hart. De ommelanden zijn voor ons denk ik ook heel belangrijk, omdat er ook heel veel participanten zijn en locaties zijn die buiten Woerden zitten, maar wel van belang voor Woerden zijn. We hebben heel veel zelfkazende boeren om ons heen in het groene hart. En als je heel sec kijkt, is Woerden natuurlijk, we worden groot door klein te blijven. Zo zeg ik het ook eigenlijk altijd wel. Maar we hebben het groene hart ook wel nodig. Want als je op een gegeven moment een keer toeristen krijgt die hier een week willen blijven, dan is het toch lekker dat je ze ook het groene hart in kunt sturen. Dat je ook kunt zeggen, we hebben in de buurt ook een Avifauna of een Archeon. Of we hebben Gouda, waar je naartoe kan. We hebben natuurlijk ook prachtige plaatsen om ons heen. En die wisselwerking van al die plekken om ons heen en al die mooie locaties om ons heen, maakt ook dat Woerden daarin ook weer interessanter. Want je gaat elkaar dus gebruiken daarin. Dus jij bent eigenlijk de grote verbinder ook? Ik denk dat een groot onderdeel van mijn werk verbinding is. Ja. Ja. Dit is een hele grappige vraag. Ellen en Alex willen weten of de kaas die hier op tafel staat verloot gaat worden. Nou, ik zou deze niet verloten, want hij ligt al een tijdje. Hij is inmiddels te hard. Maar wat ik wel leuk vind is, we kunnen wel zo'n soort kaasje gaan verloten. Bij een van de vraagstellers. Dus bij deze, leuke vraag. Ja. Deze krijg je niet, want dit doe je niet aan. Dat vind ik een hele goeie. Laten we een kaasje verloten onder de vraagstellers. Dat groene hart nog even. Woerden is de hoofdstad van het groene hart. Ja. Wie zegt dat? Dat zeggen wij met z'n allen.
En als je eigenlijk is het zo, als je trots bent op woorden, dan kan je dat ook melden. Want we hebben eigenlijk alles in huis om die titel te dragen. En natuurlijk is het een marketingterm en een marketingtruc geweest die wij destijds hebben uitgehaald. Daar ben je wel eerlijk over. Daar ben ik heel eerlijk over. Maar we hebben natuurlijk wel laten onderzoeken van, oké, als we dit doen, hebben we dan voldoende onderbouwing om die titel te kunnen dragen? Nou, dat hebben we ook keurig netjes laten onderbouwen door een historicus. Iemand gewoon die er ook echt verstand van heeft. En uiteindelijk konden we ook echt zeggen, we hebben gewoon voldoende in huis om die titel te dragen. En laten we daar dan ook met z'n allen trots op zijn. Want hey, het is wel een van de betere termen die je kunt hebben. Ja, daarom vroeg ik me ook af, even advocaat van de duivel, zijn het niet heel grote schoenen die je dan aantrekt? Ja, maar je mag toch ambities hebben. Je mag toch op een gegeven moment geloof hebben in datgene waar je dus groot in bent. En ik denk, als je dus trots bent op datgene wat je dus bezit, mag je dat best laten zien. Maar wij in Woerden zijn af en toe nog wel eens iets te bescheiden. En dat hoeft op sommige fronten echt niet. Want we hebben echt heel veel en we krijgen nog steeds meer in Woerden. Zoals? Het kaaspakhuis, de kaasexperience. Nou, daar wilde ik het dus inderdaad even, mooi brugje, daar wil ik het even over hebben. Dat kaaspakhuis staat opend in mei en jullie gaan verhuizen. Ja, en dat vinden we ontzettend leuk, want we krijgen daar een prachtig mooi kantoor over het water. Kijkend over het water. Maar wat ik eigenlijk nog veel leuker vind, is dat we een verbinding hebben weten te maken met Stichting Kaaspakhuis. Om ervoor te zorgen dat het Kaaspakhuis straks echt een entiteit wordt. En het wordt een nieuw icoon voor Woerden. Zoals je ook bezoekers naar het Stadsmuseum toestuurt. Of de Petrustoren laat beklimmen. Of de molen in laat gaan. Kan je straks dus ook de kaasbeleving hebben in het Kaaspakhuis. En dat vinden wij gewoon ontzettend leuk. Om daarin te kunnen meehelpen. En kaas de hele dag. En het is veelal kaas wat er verteld wordt, maar dan wel echt op de moderne, echt op de moderne manier. Dus er komt een hele prachtige, mooie, moderne kaasmakerij in. En op een x-aantal dagen per week draait die kaasmakerij ook. En kun je dus ook echt de procedure zien van hoe kaas nu gemaakt wordt. Dat in combinatie met een virtual reality hoek daarbij, waarbij je in de grote kaaspakhuizen kunt lopen, waar je normaliter echt niet zomaar naartoe mag. Dat kan je dus daar dan ook bekijken. En er komt een wetenschapstafel, zodat je echt kunt zien hoe het allemaal in elkaar steekt. En de verbinding wordt daarmee dan weer gelegd naar de kaasmarkt, die op zaterdag dan weer draait. En die is afgelopen zaterdag al begonnen, dus tot en met augustus door. Het water loopt me echt in de mond. Ik ben ontzettend een kaasfetischist, dus ik verheug me heel erg op het pakhuis. En deze gaan we dan ook verkopen natuurlijk. Andere, hè? Ja, niet deze, maar wel zeg maar in de nieuwe vormen. Je zei het net al, er is bijna ieder weekend wel iets te doen in Woerden. Is Woerden echt een evenementenstad? Nou, ik zou niet zo snel wederom een nieuwe stadsvorm gaan bedenken. Zit er zoveel te dan. Maar als we praten over het feit wat Woerden te bieden heeft, dan heeft Woerden ontzettend veel te bieden op het gebied van evenementen. Er werd mij net de keuze gesteld in die 15 keuzevragen waar ik niet over mocht nadenken over nachtcultuur of koeienmarkt. Ik moest de keuze maken, maar eigenlijk zijn ze me beide even lief. Maar en hebben ze ook ieder een eigen doelgroep waar mensen naartoe gaan. Maar wat het mooie is en wat je dus ziet, en daar had ik het straks ook al even over, dat die enorme drive van mensen die hier in Woerden wonen, leven, werken, bezig zijn, zich dan op een gegeven moment zo neerzetten om weer evenementen op te tuigen. Waarbij je dus eigenlijk prachtige mooie events krijgt waar je van alles kunt zien en beleven. Zoals bijvoorbeeld ook een nachtcultuur. Dat is ook zo'n prachtig evenement. Maar daarnaast staat er natuurlijk zo verschrikkelijk veel meer. Want als ik even uit mijn hoofd zeg, dan hebben we er pak een beetje een stuk of 65 per jaar. Dat is echt bizar veel. En dat zijn grotere en kleine, maar dat is echt heel veel. En dat voor een stad als deze, vind ik echt een... daar mogen we ook weer trots op zijn. Dat kun je wel zeggen. 65, daar ben ik echt wel van onder de indruk. Ja, dat is echt ontzettend veel. En echt kleintjes, grote, alles bij elkaar. Praat ik ook over een braderie of dingen die in Kamerik en in Zegveld, in Harmelen worden georganiseerd. Maar het is echt heel veel.
Nou, ondertussen praat ik nog even door met Kitty. Maar heb jij nog vragen voor Kitty Kusters, City Marketeer? Laat ze even hieronder deze livestream achter. En dan geef ik het door aan Kitty. Ja, hieronder. Ik heb... Ik word op mijn wenken benieuwd. Ivo Hasselt heeft een vraag. Hij zegt, ik zie veelal kaas en Romeinen voorbij komen. Is dit vooral de bezigheid van de city marketing of komen ook de subculturen aan bod? Sporten, motorclub, uitgaan, jongerencentra? Nee, dit is... Goeie vraag. Nee, dat is zeker een goede vraag. Nee, dit is niet alles natuurlijk. Het is op dit moment even natuurlijk dat we dit aanreiken en aanhalen. Maar eigenlijk verzorgen wij alle marketing communicatie op het gebied van recreatie en toerisme. Dat is eigenlijk een beetje de afgebakende versie wat we doen. Logischerwijs, als er een sportevenement is zoals triathlon, laten wij dat ook zien op onze kanalen. Want we hebben natuurlijk best inmiddels wel behoorlijke kanalen die we inzetten. Maar echt heel diep ingaan op het gebied sport, dat is dan weer niet onze core business. Omdat we echt recreatief toeristisch die opdracht hebben om dat op deze manier te doen. Cultuur is daar natuurlijk ook een onderdeel van. Hè? Theater, kunst, ga zo maar door. En dat laten we ook zoveel mogelijk zien. We hebben ook een prachtige Leo Gestel-promenade in Woerden. We hebben prachtige exposities in het Stadsmuseum. Dus ga ze maar door. We hebben galeries die fantastisch werk leveren. Dus wat dat betreft laten we ook veel meer zien. Winkelen onder andere is natuurlijk ook een item. Het stukje bezienswaardigheden, waar je kunt overnachten. Nou goed, ga ze maar door. Maar wel afgebakend op het gebied recreatietoerisme. Ja, Ivo, ik hoop dat dat je vraag beantwoordt. Dankjewel. Kitty, persoonlijke ambities. Wordt Woerden niet een beetje klein voor jou? Nee, want we zijn eigenlijk nog helemaal niet klaar. Zeker ook met het oog op nu de verhuizing met Woerden Marketing en het toeristinformatiepunt richting het Kaaspakhuis hebben we nog behoorlijk wat werk voor de boeg. Want het is een item wat erbij komt. Daarnaast hebben we eigenlijk ook steeds meer leuke nieuwe dingen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen van straks het Speelpaleis aan de Kattenbroeke Plas. Zo zijn er nog veel meer initiatieven die gaan ontstaan, die gaan komen. Want Woerden groeit. En zolang Woerden groeit, ook in initiatieven op het gebied van toerisme en bezoekers, blijven wij ook heel veel werk hebben. En dat hoop ik ook, want ik vind het nog steeds verschrikkelijk leuk. Je zou niet naar een grotere stad willen of iets heel anders gaan doen? Nou, daar kom ik vandaan. Ik heb dus ook 15 jaar in Den Haag gezeten. En dan ben je dus een onderdeel van een grote club. En ik merk aan mezelf dat ik gewoon juist het kleine clubje waarmee wij werken met veel stagiairs, met ook vrijwilligers, dat ik dat eigenlijk nog veel leuker vind dan een radar zijn in het hele grote systeem. Ja. Dus liever klein. En daarmee dan hopelijk groot worden. En als we naar de... Kijk nou, ik heb hier nog een leuke vraag van Gea. Komen er meer uitgaansgelegenheden voor jongeren buiten Café Victoria, ook voor 15+? Kan je daar iets over vertellen? Dat hoop ik wel. Laat ik het zo zeggen, ik weet ook dat er vraag naar is. Echter zullen daar natuurlijk wel ondernemers voor moeten zijn die zich daar... Ja, en die zich daaraan willen conformeren en ook zo'n nieuwe locatie willen opzetten. En wij zetten geen nieuwe locaties op, dat doen we niet. Hè. Wij doen echt de marketingcommunicatie. En op het moment dat het er is, gaan wij weer vol om te laten zien en te promoten. Maar ik weet zo niet 1, 2, 3 of dat er nu al iets komt. Dat is meer voor de nieuwszender, voor Woerden TV, om dat te achterhalen. Okay. Hoor je het, Alex? Ja, luister maar. Dus Gea, het blijft nog even spannend. Ja, over de toekomst. Wat wordt de strategie voor Woerden de komende jaren? Nou, ik denk dat we sowieso de gekozen strategie gewoon moeten doorvoeren. Ik denk wel dat we op het stukje historie verder moeten bouwen, omdat we ook natuurlijk richting 2022. Precies, 650 jaar stad Woerden, dus daar moeten we wel op door gaan borduren. En dat staat ook eigenlijk een beetje in de stijgers nu om daar gewoon mee aan de slag te gaan om te zeggen, oké, wat kunnen we dan doen?
Maar ook eigenlijk het stukje kaas, wat toch wel heel erg belangrijk is. Meer die kaas! Sorry, maar het stukje kaas wat toch wel heel belangrijk is voor het Woerdense. Daar moeten we toch ook eigenlijk nog steeds iets verder mee. En die ontwikkeling gaat zich ook gewoon doorvoeren. Maar daarnaast zijn we natuurlijk ontzettend blij als er ook weer initiatieven ontstaan. Zoals natuurlijk een paar jaar geleden. Het Stadshotel was een waanzinnig initiatief. Nou, je ziet wat dat doet voor Woerden. Maar zo zijn er meerdere projecten. De Halle, waarover gesproken is. Nou, zo zijn er meerdere. Nou, als dat soort initiatieven gaat ontstaan, dan kunnen wij eigenlijk nog veel breder aanbod laten zien. En dan wordt onze strategie ook weer aangepast op dat brede aanbod. Zo'n viering in 2022, 650 jaar Woerden. Hoe werk je daar naartoe? Hoe ontstaat zo'n enorme viering? Met name door de verbindingen met elkaar te gaan leggen en om te kijken hoe we dat met elkaar, met bewoners, maar ook met ondernemers, met organisaties, met allerlei betrokkenen die daar dus mee gemoeid zijn, gemeenten, om te kijken van joh, hoe kunnen we daar nou gewoon een fantastisch waanzinnig feest van maken, waar iedereen wat aan heeft. Dus met name echt verbindingen leggen om te kijken hoe gaan we dit met elkaar gestalte geven. En nou, dat doe je dan in de vorm van een werkgroep waar mensen kunnen aanhaken. Bewoners die daar iets over kunnen zeggen, ook in samenspraak met de gemeente weer. Maar dat moet dus eigenlijk iets worden wat steeds verder gaat groeien. En waarbij we dus eigenlijk met z'n allen moeten kijken, wat willen we nou dan in 2022 voor een feest? En wat willen we dan ook uitstralen? En wie hebben we daarvoor nodig? En wat zetten we daarvoor in? Dus dat wordt gewoon een behoorlijk project. Behoorlijk brainstormen geven. Ja, zeker weten. Irene vraagt zich af, past volgens jou een echt zwembad met een buitenpolobad bij Woerden? Het was er vroeger, hè? Dus het is een soort ontzettend. Heeft er ooit bijgepast dan? Ja, het heeft er ooit bijgepast. Ja, ik denk het wel, want sport is op dit moment eigenlijk steeds belangrijker. Het wordt eigenlijk meer trend inmiddels als dat het hoort bij je lifestyle. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat op het gebied van sport dat daar nog heel veel ontwikkeling nodig is en heel veel initiatieven nodig kunnen zijn of nodig zijn die daartoe kunnen leiden dat het voor de Woerdenaren, maar ook daarbuiten steeds beter wordt om hier te wonen, te leven, te werken en te recreëren. We hebben natuurlijk al een fantastische stad om te wonen. Maar dat soort zaken zouden zeker een hele mooie aanvulling zijn. Ja. Woerden sportstad. Nou, wederom niet weer een term. Het wordt af en toe wel verwarrend met al die termen. Dus laten we zo gewoon zeggen, beleef nou gewoon Woerden. Ja, dat zeg je leuk. Ik kom hier dus oorspronkelijk niet vandaan. Jij zegt, beleef nou gewoon Woerden. Zet mij neer op het plein. Wat ga ik dan doen? Nou, ik denk sowieso een wijntje drinken op een van de terrassen. Ja, duh. Dat is sowieso wel. En gewoon eens kijken wat er om je heen gebeurt. Want meestal als je dat doet, dan doe je dat in het weekend. Ik neem aan dat je ook hier de hele week aan het werk bent. Dus als je dat doet, doe je het in het weekend. En meestal is dat dan ook weer wat te doen. Maar loop dan ook eens rond in die binnenstad. Ga eens even kijken hoe die stad is opgebouwd met prachtige mooie panden. En snuif die sfeer eens op. Loop eens even bij de horecagelegenheden naar binnen. Loop ook even bij het Stadshotel naar binnen. Maar ga ook eventjes langs de Singel. Loop even naar de haven. En dan krijg je vanzelf echt een bepaald beeld. En een bepaald gevoel dat je zegt van, dit is het wel, die beleving. En heb jij voor de echte Woerdenaar nog een onontdekt pareltje? Voor de echte Woerdenaar zelf? Nou, ik denk dat de echte Woerdenaar zelf nog nooit op de Petrustoren is geweest. Ik denk dat de echte Woerdenaar zelf, tenminste niet veel, de molen wel eens bezocht hebben. Dus ik zou willen zeggen dat je dat gewoon eens een keertje moet doen. Gewoon eens een keer naar boven, die 143 trappen. En dan gewoon eens kijken wat voor een prachtig uitzicht je hebt. Maar ook gewoon die molenaar bezoeken die daar gewoon elke zaterdag zijn meel staat te draaien. En dat meel dan ook. Dat meel dat wordt dan ook verkocht op de streekmarkt. Maar om dat te zien. Je gaat het niet geloven. Ik kom dus niet uit Woerden, maar ik ben die toren op. Jij wel. Ja, dat is het. Dus je komt niet uit Woerden. En als je veel Woerdenaren vraagt, dan zijn ze er nog nooit geweest. Het is geweldig. Het is ook geweldig. De meeste Woerdenaren kennen bijvoorbeeld de boerin
En Kamerijk. In Kamerijk gewoon veel beter, omdat ze daar daar gaan ze dan eerder naartoe, als dat ze in Woerden zelf de pareltjes gaan ontdekken. Het gekke is, pak eens een keer een routetje, een stadswandelingetje. En ga gewoon eens kijken wat er voor een prachtige mooie panden zijn. En lees dan ook even wat het verhaal erachter is. Kom je echt tot hele bijzondere, mooie verhalen. En die had ik ook niet verwacht, maar de Woerdenaren kennen ze denk ik soms ook nog wel eens niet. In ieder geval de jongere generatie niet. Echt een herontdek je stadje. Ja, zou ik doen, ja. Nou, nou, ik wou eigenlijk net zeggen, je gaat het niet geloven, Kitty, maar wij hebben gewoon echt een half uur met z'n tweeën vol zitten beppen. De tijd is om. Ik mag een kaarsje weggeven. Dat mag je. Ja. De vraag van Ivo Hasselt. Dit was de vraag over de subculturen, het sporten, de motorclub uitgaan. Die vonden we... De redactie. Vonden we een hele goede vraag. Dus Ivo Hasselt, de kaas komt naar jou toe. Niet deze. Maar ik wil er even bij zitten. Hij komt niet naar jou toe. Maar jij mag hem opkomen halen vanaf 22 mei in het nieuwe Kaas Experience Center. En krijgt hij er dan ook nog een Kaas Experience bij? Natuurlijk krijgt hij dat erbij. Zo. Nou, Ivo, je valt met je neus in de kaas, jongen. Bij deze, gefeliciteerd. Kitty, mag ik jou heel erg hartelijk bedanken voor de komst naar de studio. Naar Woerden TV, onze studio. heel erg veel succes en ga vooral ontzettend genieten van zomer in je stadje. Dankjewel.